nooit op het conservatorium gezeten. We hebben nooit in drie andere bands gespeeld. We kennen elkaar vanaf dat we fucking 12 waren. Ja, ik ken Teun al vanaf dat ik fucking 3 was. Maar weet je wel, we kennen elkaar gewoon. We hebben nooit met andere muzikanten gewerkt. En dat is dan wel de romantiek ervan, denk ik. En die Opel Movano waar we alles in meemaken. Maar die Opel Movano staat ook wel een symbool van met z'n allen in een soort muzikale twist zitten. Jarenlang en met z'n vijven een hele ontwikkeling meemaken. En daar komt die plaat uit. Daar is die plaat uit geëvolueerd, als het ware. Maar ik wil even wat zeggen. Jullie hebben wel heel goed geluisterd naar jullie ouders natuurlijk, want ik hoor gewoon de Doors, hè. Het is fijn dat je hierover begint, want het is namelijk ook een sorry, ja, goed erbij. Ik heb geen ouders. Het is namelijk ook een ode aan onze ouders, want onze ouders hebben ook deels onze bus gefinancierd, waardoor wij alles kunnen doen. Dus het is ook een soort van ode aan onze ouders. Organisator Mama's Pride 2017, heb je al dikker gedaan, maar het beangstigt me een beetje. Het wordt zo professioneel op dit moment. Ja, dat moet in deze tijd. Dat moet professioneel zijn. Dat moet zich houden aan heel veel regels. Dat gaat soms ook wat ten koste van creativiteit. Maar gelukkig zijn we met een groep gekken die dit nog steeds willen doen, want het wordt helemaal moeilijker. Verblijven doorgaan. Maar waar houden ze die 80 vrijwilligers vandaan? Dat zijn mensen die het fantastisch vinden om onderdeel uit te maken van het hele team. Ja, die vinden het mooi om met te werken. Het is heel werken. Het is gewoon 3 dagen loyaal opbouwen. Dus het festival draaien met alle dingen die erbij komen kijken. En dat is 1 dag morgen, dat is voor iedereen wel de zwaarste dag, is afbouwen. Is afscheid nemen van weer een jaar Mama's Pride en weer een jaar vooruit kijken. Maar dat is 40 acties, hè? Dat is toch een bedrag wat ze moeten investeren, hè? Dat is inderdaad. We werken wel ieder jaar met een vast budget. Dat zijn we heel erg op zoek naar bands die ze voor dat bedrag kunnen hebben. Dus je moet je geen Kensington verwachten of een Typhoon. Nee, de ontdekking, de acts die morgen of volgend jaar op grote podia zullen staan. We scouten heel veel. We gaan naar Groningen, Eurosonic Noorderslag. En dan komt druk met een longlist van 120 namen. En ja, daar maken we een shortlist van. En dan proberen we of we binnen het budget wat we hebben. Of we dat allemaal voor elkaar kregen. En er moest een naam op boeien als festival de act zegt, ja, daar wil ik staan. Nou, dat begint langzaamaan, begint dat wel een beetje te komen. We zijn voor het eerst komen kijken en wij zijn Brabanders. Dus wij komen hier kijken in Limburg en denken van, nou, kei leuk festival. Hartstikke leuk. Dit maak je nergens mee. Dit maak je niet mee in Brabant of in Gelderland. Een gratis festival met zoveel leuke muziek, wat we eigenlijk niet kennen. Maar het is ons goed bevallen. De Wolves zijn enorme fans van jullie, hè? Echt? Ja, kut bands dat, hè. Maar ik vind het helemaal niks. Hey, we gaan zo met ze bowlen. Gewoon voor de gezelligheid. Ja, dat wordt heel gezellig. En we gaan ze inmaken. Ja. Maar we mogen ze nu vrienden noemen. De Wolf, jullie lopen al sinds gistermiddag hier rond. Nou ja, dan wordt het avond. Bijna mijn voeten. Ja, en dan gaan jullie bowlen. Maar dat is toch niet rock'n'roll bowlen, of wel? In onze vriendengroep is bowlen heel erg cool. Ken je de film The Big Lebowski? Ja. Dat is de beste film ooit gemaakt, vind ik zelf. Ja, sinds ik die film heb gezien, heeft bowlen wel altijd een grotere lading dan met zware ballen op kegels gooien. Want toen hun 15 waren, nou, wij zijn ongeveer altijd dezelfde leeftijd geweest, en hun deden iets met een bepaalde magie, weet je wel, zonder trendy te zijn, zonder hitjes te schrijven, maar gewoon puur een eigen ding doen op Nederlandse bodem. En op dit moment nog steeds gewoon tyfus had voor gaan en nog steeds zalen uitverkopen. Gewoon puur om een prachtig mooie muziek wat ze neerzetten. Tuurlijk is dat een inspiratiebron. En dat ze, we stonden toen op Once Upon a Time in the West. En toen hebben ze ons gezien, half. Ze moesten na ons spelen, ze waren een beetje aan het opbouwen. En toen hebben ze gevraagd of wij in een voorprogramma mochten staan voor een albumrelease in Paradiso. Dat is een hele mooie romantiek, want we mochten gewoon onder hun vleugel schuilen. En ze hebben gezegd, kom er maar bij jongens. En we waren helemaal niet bekend, kom er maar bij. Hebben jullie geen repetitieruimte? Joh, we hebben nog wel plek vrij in de studio. En zo langzamerhand zijn we een beetje
zijn we ook bevriend geraakt, maar ook hebben hun gewoon ons heel erg meegetrokken. En dat is wel op muzikaal gebied heel mooi, maar dat creëert ook een hele mooie vriendschap. Dus dat is wel waar we heel veel respect voor hebben voor die jongens. Ja, we kennen ze al een tijdje en Teun heb ik ontmoet. Hij deed met onze Allman Brothers mee, een tribute band. Dus een keer ingevallen als bassist en dacht ik, wauw, ze hebben de roots in de juiste plek liggen. En ze repeteren een tijdje nu bij ons en super te gekke gasten. Ik bedoel, je hebt het gezien. Regen of niet, ze gaan er gewoon 200% voor. En de muzikaliteit, de songs, de energie, het is gewoon ongekend. Zijn er speciale bands waar je voor komt? Heel erg, ik weet de namen zo niet, maar de eerste twee bands in ieder geval. Dat was wat meer hardere muziek. Daar en ja. Endeavor en Vladdy Melkoli. Ja, klopt. Ja. The Wolf? En ga ik dadelijk zien, ik ben benieuwd. Ja. Nog nooit gezien? Nee, nooit gezien, wel van gehoord. The Wolf besteedt 10 jaar. Ja. En die hebben het net weer gebracht als Mama Sprite, want die zijn weer terug. Nou, we hebben het heel wiet gebracht. We zijn nog heel blij dat we ze druk hebben. En ze zijn eerder jaar bij ons te gast, die backstage. Zegt jongens, volgend jaar, 10-jarig bestaan, kom spelen. Nou goed, dan gaan we dat doen. En dat is even heel erg verheugd. Ze komen goed geleid. Hè. Dus ze moesten het doen voor hun eigen stad. We zijn 10 jaar verder, de Wolf bestaat 10 jaar en dan staan jullie nog steeds op Mama Sprite. Ja, goeie. We hebben meer moeten betalen nu. Ja, we hebben wel meer moeten betalen. Nee, het kwam ook een beetje vanuit onszelf. We hadden zoiets van, eigenlijk is Mama Sprite een heel leuk festival. Waarom gaan we dat dit jaar niet gewoon weer spelen? De laatste keer was 7 jaar geleden, denk ik. En ik bedoel, hoe kom je toch vandaan? In je thuisstad kun je altijd blijven spelen, hoe klein of groot.